Hey, hallo allemaal. Je merkt het misschien, het is een weerbericht wat vandaag iets later is gekomen dan de vorige dagen. En het is ook van op een andere locatie. We zijn in vakantie deze week en dat wil zeggen dat het weerbericht deze week af en toe wel eens op een wat later moment en van op een andere locatie kan gemaakt worden. Maar we gaan eens kijken hoe dat er eigenlijk concreet uitziet voor vandaag. Want er is toch wel weer een en ander over te zeggen. Het wordt een mooie zomerdag, althans in het begin. De temperaturen lopen heel snel op naar zomerse waarden. We halen gemakkelijk 23 graden aan de kust tot een 25, misschien wel 26 graden landinwaarts. Maar het is een tijdelijke en snelle opstoot van warmte. We hebben dat vorige week ook gezien. En het zal ook een beetje op dezelfde manier evolueren. In de loop van de ochtend zelfs al kunnen er al een aantal wolkenvelden binnenlopen. En dan later vanmiddag stijgt de kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. De eerste buien stellen niet zo heel veel voor, maar daarna komen er wel wat meer actievere buien binnen. Dat zal ergens tegen de late middag, vooravond zijn, dat enkele fellere regen- en onweersbuien kunnen binnenlopen. Ik verwacht daar eigenlijk geen grote calamiteiten bij, want die buien zijn minder fel dan die reeks van vorige week. Niettemin, met onweer moet je altijd voorzichtig zijn en met twee woorden spreken. Dus een plaatselijke bui is zeker wel wat feller mogelijk. Als het tot grootschalige onweersdreiging zou komen met grote weersgebeurtenissen erbij, dan zal ik zeker via de sociale media een update sturen. Neem zeker een abonnement op mijn WhatsApp daarvoor. Hoe dat moet, dat leg ik uit op mijn weerpagina geernasus.be. Surf anders eens daar naartoe. Vanavond dan eerst nog een aantal verspreide regen- en onweersbuien. Die gaan dan verdwijnen en dan krijgen we een tijdelijk rustiger periode, hoewel de wind wat aantrekt uit een zuidwestelijke richting. Minima rond een graad of 15, dus echt vrij zacht. En tegen de ochtend stijgt de kans op een bui weer. En ook morgen wordt dan een wisselvallige dag. Een mix van wolken en opklaringen met een aantal verspreide buien. En ook dat zouden nog kunnen onweerachtige buien zijn. Zware onweders zijn daar dan zeker niet meer bij. Het is wel een flink stuk koeler, met maxima van 18, 19 graden aan de kust tot een 20, 21 landinwaarts. En er staat morgen ook redelijk wat wind. Zeker aan de kust kan die uithalen tot 50, 60 kilometer per uur. Maar dan volgt een snel herstel. Eventueel woensdag nog een enkele bui, maar het wordt alweer 2, 23 graden. Donderdag en vrijdag zijn zomerse dagen, met maxima van 25 graden en zelfs wat meer landinwaarts. Aan zee een graad of 23. Er hoort dan een zonnig weerbeeld bij, met flink wat zon zelfs. En ook rustig, met een zwakke tot matige naar zuid draaiende wind. Ook dat duurt dan echter niet lang. Waarschijnlijk ergens vrijdagavond al breekt dat dan weer. Ik schuif de pluim erbij en dan zie je dat inderdaad naar het weekend toe die temperaturen weer een duw krijgen. En dat we dan weer terugvallen op maxima ergens vooraan de 20 graden. En dat zou dan het weerbeeld worden voor de volgende week. Opnieuw licht wisselvallig, maxima ergens rond of vooraan de 20 graden en af en toe is wat regen of een bui. Kortom, een hele mix dus de komende dagen. De ene dag is zomers, de andere weer minder. Maar er zitten zeker goede momenten in te beginnen met vandaag. En ook de komende dagen ziet het er zeker niet altijd even slecht uit. Een beetje zomer op zijn Belgisch dus. Zo, vast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. En als het nodig is, dan stuur ik updates via de sociale media. Dag.